Hi allemaal. Ik heb iets te delen met jullie. En ik dacht, ik maak een filmpje, want we kunnen niet bij elkaar komen. We zijn eigenlijk alleen maar thuis. School doen we thuis, werken veel thuis. Alleen de mensen die echt moeten werken, die zijn niet thuis. We kunnen niet naar de kerk, we kunnen nergens heen. Alles gaat online, bellen. Misschien wel de contact met jullie meesters, jullie vriendjes. En nu ook een beetje met de kerk. Dit is water. Heel simpel water. Ja. Simpel toch? We drinken het. We hebben het nodig. We moeten het drinken, want anders gaan we toch dood. Na 3 dagen. Dit is een beeld. Een beeld van God. God is dit water. Voordat Jezus kwam, heeft God beloofd dat er een redder zou komen. Dat staat in 3 Genesis, of Genesis 3, vers 15. Voor die tijd was God alleen maar in de vorm van water aanwezig. Het was er wel, soms waren mensen bang voor, want ja, wat is dat water? En het was gewoon heel simpel. Iedereen kende het. Sommigen kenden het heel goed, dat water. Henoch, Mozes, Abraham, David. En ja, die waren er helemaal in doordrenkt. Maar doordat er nog heel veel zonde was, kon het niet altijd bij ons blijven. En toen Jezus werd geboren, werd God mens. Je kon hem zien, je kon hem vastpakken. Hij werd zoals dit ijs. Hij is koud en hij is glibberig. Je kon hem zien. Je kon hem vastpakken. Je kon hem voelen. Je kon hem horen. Hij kon niet overal zijn. Even een ander bakje. Hij kon niet overal zijn, want ijs is een vastvorm. Het is bevroren water. Is echt wat anders. Water, vloeibaar, ijs. Helemaal anders. En toch hetzelfde. Als je dan wat ouder bent en scheikunde, natuurkunde krijgt, dan is dit H2O en dit H2O. Allebei hetzelfde en toch anders. Na het Pasen werd het waterwereld ook wat anders. Dit, het vaste, zichtbare van Jezus, was weg. Dood. Satan dacht dat hij dood was. Hij had hem verbroken. Helemaal in stukjes. Kleine, het ligt nu overal. Kleine stukjes. Gebroken. Je zou zeggen, klaar, over, uit. Maar wat hij niet had begrepen, Satan, is dat ijs in essentie water is. En als je zo ziet, ik zei net dat het glibberig was, het smelt. Je ziet als je het lang drukt, het drupt weer vanaf. Jezus, God, ging naar zijn essentie toe. Water. Dit. Dit kon niet blijven. Dit smelt. God ons heeft ons wel iets veel beters gegeven. En je weet allemaal wat het is, en toch ook weer niet. Want hoe leg je nou de Heilige Geest uit? Ik heb een waterkoker naast me staan. En hij gaat straks koken. En in de waterkoker zit ook gewoon water. Je hoort hem al. Water heeft namelijk nog een vorm. Stoom, damp. Als je water kookt, als je water verhit, dan komt er stoom af. Het is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds H2O. Nog steeds water. Oorsprong is hetzelfde. Alle drie is hetzelfde. En stoom komt overal. In je ogen, in je neus, in je poriën, in je mond. Je ademt het in. De Heer Jezus was een vaste vorm. God is het vloeibare weer. De Heilige Geest is nog een veel mooiere vorm. Als je je gezicht in de stoom houdt, dan word je helemaal doordrenkt daarmee. Overal. En dan hoop ik dat dit zien. Je ziet, glas, ik krijg waterdruppeltjes weer. En je ziet, hoop ik,
een klein beetje de stoom er vanaf komen. Water, ijs, allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde oorsprong. H2O. Simpel water. God is ook allemaal van oorsprong hetzelfde. God. De vloeibare vorm. Gewoon de vader God. Je hebt de vaste vorm. Jezus God. En je hebt de Heilige Geest. Stoom. En de stoom, die zit in je. En die, ja, die, kom je, die omhelst je helemaal. Het is heel goed om te weten dat God nu overal is. En ook al is er nu heel veel narigheid. En we mogen een heleboel dingen niet. We mogen niet samenkomen. We mogen niet met vriendjes samenkomen. We mogen wel samenkomen met God. En in zijn heiligheid zijn. God beschermt ons allemaal. Overal. We voelen het niet altijd. Maar is er wel. Ik hoop dat dit kleine stukje een beetje duidelijk is. Ik hoop dat het ook leuk is om naar te kijken. Ik hoop voor een volgende keer dat we dat nog een keer kunnen doen. Maar voor nu sluit ik af. Tot ziens!